Goedemorgen, wij zijn wakker en we hebben lekker door een storm geslapen vannacht. Dus laten we eens even gaan kijken naar de tent. En er ligt hier allemaal zand naast. En de tent zelf is voor een groot deel wel schoon, maar er zit gewoon nog steeds zand op. Het is echt te grappig. Goedemorgen, Siem. En in ander nieuws, mijn teen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben dus gisteren over een dumbbell gestruikeld hier in de huiskamer. En, oh, Dr. Siem, zit je naar te kijken? Maar, ja, het is een beetje opgezwollen. En aan de zijkant helemaal donkerblauw zo. Nou ja, goed. Ja. We gaan zo sporten. Ik had al naar Tess gehad van, kan ik even armen doen of zo met mijn voeten? Ik loop ook een klein beetje gek erdoor. Maar ik ga ervan uit dat het vanzelf overgaat. En ik heb ook al begrepen van iedereen dat als er iets miskleint, er wordt niks aan gedaan. Weet je wel, zak erop. En ik heb ook vandaag geslapen met twee kussens onder mijn voet. Dus ik dacht, als ik hem nou hoog haal. Goed, we gaan sporten. We gaan sporten, maar ik kan niet eens met die schoenen aan normaal lopen. Je ziet er exceptioneel goed uit. Ja. Nee, gewoon je hele body. Tijd om te sporten. Ik heb die band om. Kijk, die staat net gewassen. Lijkt net of ik al gezweet heb. Maar het is gewoon zeg maar water. En dan heb ik dat dingetje. Voor iedereen die vraagt, die app is, die heet het met Polar Bear. Maar je moet wel dat, hier, dat ding. Wacht. Je moet dus dit ding hebben. Die klem hierop vast. En dan link je hem aan de app. En dan kan je dus zien hoe je hartslag is en calorieën. Oké, dan. Kijk, 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 je ziet het echt, het eentje. Wij zijn thuis en voor vind Toothless dat mijn niche is. Ja, wacht. Laat even Toothless zien. Mag ik die ene fout over? Ja, dit is mijn niche. En dan met die... Toothless. Oh. Wij gaan lekker lunchen met sushi. Restjes van gisteren. Restjes van gisteren. Mama is op bezoek en zijn product aan het uitzoeken. Het hele huis ruikt naar parfum. En ik ben de badkamer gelijk aan het opruimen. Dat maar de rest, die helpt. Anyway, Foef, kijk meteen. Dat ding gaat nog oplossen. Ja. Maar ja, ik kan er gewoon op lopen en zo. Het is gewoon poefie. Het is gewoon gebroken. Nou. Jongens, ik ga mijn meal planner unboxen. De definitieve versie. Hij is vandaag op Insta gelanceerd om te pre-orderen. Ik kan niet wachten. Die hebben al een aantal dummies gezien. Ik ben benieuwd of je het leuk vindt dat je hem meeneemt daarin. Zeg maar, vind je dat boeiend of word je daar een soort van gek van? Of, I don't know. Oh, ja, zo. Lekker zwaar. Ja, 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 ja. Hoppakee. Oh my gosh. It's perfect. Kijk even hoe mooi. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. We gaan hem even unboxen. Ik moet voor Beauty Gloss ook een video erover maken. Maar ik ga even... Gewoon dit is zeg maar de eerste definitieve die ik nu in handen heb. Oh, die cover. Oh. Ik kan hier zo intens blijven worden. Oh my gosh, het is zo perfect. Ja, daar gaat hij. Oh jongens. Oh. It's so beautiful. Ik kan al janken, zo mooi vind ik het. Kijk, even een momentje van even... Ik denk dat, zeg maar, aan de ene kant, als je mijn planner ziet, denk je, oh, leuk plannerboekje. Maar dit is, zeg maar, dit stuk hier is minstens zo belangrijk. En dit samenstellen en bedenken, en dit voor mijn gevoel maakt dit het af. Dit en de stickers achterin natuurlijk, maar het mapje. Kijk, mapje, doe je zo. Oh my gosh. Sorry, ik ben even in awe door mijn eigen product. Ik, dit is zeg maar de tijd die hierin heeft. De tijd die hierin heeft gezeten. Oh my god. Oh my god. Sorry. Nee, ik moet geen sorry zeggen. Ik mag best trots zijn op mijn eigen product. I can't. Gewoon.
Oké, nou, dan hebben we dit dus. Oh, even de final check en de goede stickers. Ja, kijk, groen en blauw. Want dat matcht hierbij. Ja. Ja. Ik ben denk ik nog nooit zo trots geweest op een product. Ik vind dit echt serieus perfect. Dit is... Even voor, ik zit hier in de kledingkamer. Ik ben even sprakeloos hoe mooi die is. Dit is echt, dit is waar je het voor doet als ondernemer. Dit is wat je zo kick geeft. Dit is gewoon... Serieus, dit is zo onwerkelijk mooi. Echt, ik denk van, zeg maar, van alle dingen die ik ooit heb uitgebracht qua producten. Ik ben hier het meest trots op van allemaal. Dit is zo crazy. Gewoon, kijk, weet je, als je een product maakt, dan kan dat op twee manieren. Namelijk, op duizend manieren natuurlijk, maar je kan het in samenwerking met een merk doen. Dus dat doe ik wel eens. Breng ik producten uit in samenwerking met een merk. Omdat ik dan het idee heb dat dat merk echt de expertise heeft, weet je wel. Denk bijvoorbeeld aan mijn wimpers, shampoo en zo. Van, nou ja, weet je, jullie zijn de experts. Ik weet al wat dingetjes, maar... Nou, dit is een product. Ik liep dus met dat idee en ik ben toen gewoon naar mijn uitgeverij gegaan. En ik zei, ik kom planner uitbrengen. Ik kom planner uitbrengen, want je hebt planners. Je hebt in Amerika planners. Dat is allemaal $80. En in Nederland heb je geen planners. En ik weet nog dat ik het ze liet zien en getekend had, zeg maar gevouwen. Dat heb ik volgens mij wel eens laten zien ook. En ik weet nog dat zij zeiden, wow, Marge, dit gaan we doen. Dit is leuk. En ik weet nog dat ik dacht... Ik ben benieuwd of het in Nederland aan zou slaan. Aan de ene kant, ik weet hoe ik ben. Ik hou van lijstjes en planners en dat soort dingen. Maar ik had niet verwacht, zeg maar, dat Nederland het zo leuk zou vinden. En het is zo bizar dat... Waar het nu staat, zeg maar. Want kijk, het is niet eventjes een boekje drukken of zo. Er komen allemaal partijen bij kijken en designen en weet ik veel wat allemaal. En... Dat zijn dingen die je niet zo snel in de vlog ziet. Maar dit is ook allemaal gaande, zeg maar, achter de schermen. En misschien heb ik niet een groot kantoor. Ja, ik kan wel een kantoor openen met Marcia Planner. En iedereen daar, weet je, meeten en weet ik wat allemaal. Maar dat hoeft niet. Want we leven in een tijd met internet, dus dat is niet nodig. Maar het succes hiervan. Dit project, het is zeg maar zo groot geworden. Dat als ik zou willen stoppen met YouTube en ik heb... Zeg maar zoiets van, ik wil meer terug naar de achtergrond en alles. Dan is dit het. Dan ga ik hiermee verder. En ik heb het ook bewust niet gekoppeld aan Beauty Gloss qua naam, whatsoever. Het is gewoon een meer een persoonlijk zakelijk doel wat ik heb behaald. Dat ik gewoon als ondernemer dit heb opgestart. Dat ik, ik ben helemaal naturally high nu hierdoor. Ja. Ja. Het heeft ook geen niks met beauty te maken dit. Het is gewoon echt iets heel anders weer. Oké, ik ga nog een video opnemen voor Beauty Gloss, maar ik weet niet zo goed. Nee, komt goed. Ik ga nog een Beauty Gloss video opnemen. Niet vandaag, maar het komt. And I'm so freaking excited. Oh. In Nederland kijk ik eigenlijk, ja, kijk Marcia de vlogs op. Maar die upload natuurlijk elke dag. En ik thank you. Snap ik. Oh, lief. Ik kijk ook altijd Noorder vlogs. Super leuk. Volg er. Queen of Chatbaat. Ik ga avondeten maken. Wat dingen bij elkaar gooien in een curry. In een pot. Klaar. Eten. Een soort stoofpotje curry. Heb je die currykruiden erbij gedaan? Cajun. Wat? Nog eentje maar. Doe hem half toch? Dank je. Game of Thrones, seizoen 4. 5? We hebben 4 net uitgekeken. Nee, niet voor het, we hebben 3 net uitgekeken. Waarom begint u dan bij seizoen 5? View, seizoen 4. Oh, ik ben even mijn agenda aan het doornemen. Zondag is de première van de Lagense film. Daar was ik veel zin in. Ik zit zo te kijken. En ik denk, oh ja, ik kreeg al mailjes van Verrij, Amsterdam, Verrij. En nu zie ik ineens dat het in Verrij is. Dat is ruim 2 uur rijden vanaf Den Haag. 8:30 's avonds op zondag. Ik dacht, ja,
Wat? Dus nu heb ik even snel maar een hotel geboekt voor zondagavond in Venray. Ik ben er nog nooit geweest, ben heel benieuwd. Ik denk, ja, het is wel gezellig. Ik vind het leuk om andere, ja, weet je, naar events van mensen te gaan die ik ken en zo. Dat vind ik te supporten. Dit is wel echt een verre rit voor mij, voor ons. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een lekker hoteltje geboekt. Zin in. Gooi echt alles in de vaatwasser. Dus er is één ding, en dat is deze pan. Die moet wel altijd even met de hand gedaan worden. Die is zo groot, die past net niet in de vaatwasser. Er zijn heel veel mensen die doen heel veel dingen niet in de vaatwasser. Dus die doen bijvoorbeeld alleen borden en bekers. Maar ik gooi echt alles in de vaatwasser. Inclusief bestek wat eigenlijk niet in de vaatwasser mag. Maar het ziet er nog prima uit. Dus who cares. Wij draaien wel altijd op een eco-stand. En dan is het water niet heel erg gloeiend heet. Misschien dat dat ook meespeelt. Volgens mij is eco-stand iets van 3,5 uur dan heel lauw koudig. Waardoor het gewoon vooral goed gespoord wordt met zeep. Ja. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Wel te rusten. Bedankt voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Bye.